Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van City Skylines. Ik hoop niet dat hij nu weer gaat crashen. Jeetje, mina, wat dan lijkt. Maar ja. Oké. Net crashte hij namelijk. Zo, het lijkt nogal. Oh, het is een mooie hoekwoning. Mooie hoekwoning. Er staan hier ook wel redelijk mooie woningen, moet ik zeggen. Ja, mooi ook woningetje. Oké. Even kijken of alles is opgeslagen. Zo te zien wel. Nu krijgen we een va. Nee. De brandweer niet, want ik was brandweer aan het plaatsen. Nou, dan gaan we nog even opnieuw doen, hè. Doen we het even opnieuw. Geen probleem. Ik wou hem hier plaatsen ergens. Hier. Goed. Daar waren we mee bezig. Politie. Is helemaal goed. Openbaar vervoer, dat is natuurlijk helemaal oké. Treinen. Heel veel treinstations heb ik. Goed, ik denk dat we maar eens een nieuw industriegebied moeten gaan bouwen. Want dit industriegebied, als ik deze uitbreid, dan krijgen we file problemen. En dat willen we niet. Dus wat we gaan doen is, we gaan een nieuw industriegebied plaatsen. Hier is natuurlijk een hele mooie tunnel. Hé, hey, volgens mij mogen hier geen residents. Oké. Mogen hier wel vrachtwagens, maar geen residents. En de residents mogen hier ook wel even parkeren eigenlijk, jongens. We parkeren hier niet. Potverdorie. Oh, daar staat er ook zo'n hele grote parkeergarage hier. Ja. Nou, wat we gaan doen is, maken we gewoon een high density van. Zo. Hier maken we high density van. En dan is alle problemen opgelost. Dan zijn alle problemen opgelost. Denk ik. Dit laten we nog even staan. Hebben we hier ook zo'n... nee. Symmetry. Zo, doe maar hier. Ze rukken gelijk uit. Gaan gelijk aan de slag. Er staan dikke vette limousines, jongens. Die limousine kan er niet eens meer uit. Gaat naar het multimedia center. Oké. Efficiency stick naar de convenience store. Ah, die convenience store. Oh, het wordt hier. Het wordt een beetje druk bij de teleport. Het helpt natuurlijk wel om lekker die verkeersdoorstroming. Want nou hebben we niet ineens heel veel auto's. Nou, gewoon een standaard aantal auto's dat over die weg rijdt. Kan chill zijn. Hier ook. Kijk, het is redelijk druk hier. Veel mensen die afgaan. Veel mensen die kant op gaan. Dus het lijkt me wel goed om hier een nieuw industriegebied te gaan plaatsen. Zo'n beetje daar. Wat zijn daar voor resources? Bosbouw. Nou, dat kunnen we misschien nog wel wat mee. Nou, er moet sowieso even wat metro komen hier, denk ik. En... een tunnel. Een looptunnel. Loopbrug. Ook goed. Eerst gaan we eens eventjes... oeh, dit is wel een gaaf ding hoor. Eigenlijk deze als een keer ergens implementeren. Maar ja. Geen idee of het kan. Een Family Mart truck. Mart. Ja, die mag maar 50 km per uur. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Save. Oké. Ik vond het ook al zo raar dat ze zo traag reden.
Oh, redelijk, redelijk. Redelijk veel auto's staan er ook. Oké, eens even kijken hoor. We gaan nu echt beginnen. We gaan deze even plaatsen zo. Eerst gaan we eventjes op pauze zetten en deze slopen. Ga deze even ertussen zetten. Draaien. Zo. Snelweg erop. Deze kant nog even doen. Kan weer op play. Oké, dan hebben we hier twee snelwegstukken. Dat, waar we dus een weg gaan hier neerleggen. Een zesbaansweg. Oké. Die snelweg die gaat natuurlijk eventjes zo afbuigen. En dan hier. En deze die gaat gewoon weer uit. Zo. Dan maken we er een. Er is nog zo'n vehicle. Box truck. Box truck 100. 100 hier 50. Even kijken hoor, save category all, ja. Yeah. Save en play en gas. En dan rijden ze wel achter een andere truck. Dunkin Donuts. Dunkin Donuts, dames en heren. Dunkin Donuts semi-truck. Ja, nee, tuurlijk. Save. En gas. Michelin semi-truck. Al die trucks, dames en heren. Michelin semi-truck. Tuurlijk. Safe. Er moeten redelijk wat mensen die kant op. Waarom? Uh-oh. Game. Game. Niet crashen. Wat is dit? Ik snap het niet. Geen idee waarom ze allemaal daar naartoe gaan. Ik ga in ieder geval veel daar naartoe. Oh, daar is crime. Wat? Er staat hier wel geen politiebureau. Er staat hier wel geen politiebureau. We zijn natuurlijk bezig met een industriegebied en dan gaan jullie hier zeuren omdat er crime is. Zo. Ah, redelijk veel mensen rijden hier. Lopen hier. Rijden, dat is natuurlijk wat anders. Komt een bus binnen met 35 man. Nog een bus met 11 man. Waar kwamen zoveel mensen vandaan? Welke busroute is dat? Die andere blijkbaar. Maar die andere heb ik nog niet binnen zien komen. Nee, die andere. Oh, hier. Nee, die is het ook niet. Paars is het ook niet. Nee, dan weet ik het ook niet waar zoveel mensen ineens vandaan kwamen. Nou ja, dat zal dan wel. We waren hier in ieder geval bezig. We maken hier een zesbaansweg. Hier zijn er twee banen available. Switch de traffic lights, zo. En dan krijgen we hier wel gewoon een normale zesbaans. En dan zeggen we zo. En dan zeggen we dat sowieso hier bosbouw komt. Maar even
Kijk hoor. Weg. Gewone weg met bomen. Kan nog goed. Pot voor koffie. Ja. Toe dan. Nou, dan maar zo. Eentje overslaan. Who cares? I don't care. Zo. En dan hier nog even wat streepjes doen. En dan hebben we ook weer dat klaar. Ga eens even kijken wat we nog meer kunnen doen. Ga eventjes dit invullen met industrie. Even water er naartoe natuurlijk. Zo, lol. Lul. Oh, wacht, nog niet spannen. Er moet nog een district omheen. Bosbouw, hoppakee, gas. Bouwen met die handel! Oké, helemaal mooi. Ze zijn bezig met bouwen. Waterworks. Wat zijn ze met de waterworks? Ja, die work. Die does not work. De waterworks does not work. En die waterworks gaan wij nu even upgraden. Zo, oké. Upgrade. We leven op twee dingen. Hé, wat is er hier aan met de waterworks? De waterworks. Hé, waarom doesn't work the water? Oh, omdat hij niet aangesloten is. Heel fijn. Zo, kunnen we heel makkelijk even iets weer aanleggen. Zo, de water is weer working. Maar nu moeten we eventjes de traffic lights hier weghalen. Want dat gaat natuurlijk fout, hè. Dat was te begrijpen. Dat is te begrijpen. Hier laten we hem even staan. Een bus. We hebben natuurlijk weer een nieuwe buslijn nodig. En die buslijn die begint hier. Ik weet een nieuwe lijn. Is hij nou alweer groen? Ja, hij is alweer groen. Potverdorie. Oké, hij moet redelijk omrijden. Dus wat we doen is, we maken hier een inham. Hier adden we hem stop. Hier adden we er een. We gaan hier langs. Hier langs. Ik moet echt die kleur veranderen. Hier en hier langs. Dan komen we nog door dit industriegebied. Dan gaan we hier langs. Hier langs. Dan rijden we naar dit industriegebied. Nou, hier gaan we gewoon alles invullen. Zo. Stops. 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 Hier moeten wel wat meer bussen op dan die andere. Dat snappen we natuurlijk wel. We moeten natuurlijk veel grotere afstanden inleggen. Afleggen. Inleggen. Afleggen dan die andere bus. Oké, dan gaan we weer naar het eindpunt. Dat is hier. Wordt hier al redelijk druk met bussen. Maar wat we nu dus gaan doen is, we gaan naar de transport. We gaan naar de goede lijn. Nee, we gaan naar die transport. We gaan die. We gaan naar de goede lijn. De Kitaro K11. At 28 stops, 14 doen we er 18. 20. Zo. Lijn 5 is een beetje een verkeerde kleur.
Doe maar rood. Zo. Oh, ik heb het niet op 7 gedrukt, dus hè. Rood. Oké. Okay. De K11. De C, de K11. Zie je, ik kan er maar 60 passagiers in. Laten we daar maar 600 van maken. Zet. En hoppakee, en hoppakee, en hoppakee, en go. Even wachten. Komen hier straks alle busjes uit. Busjes in use. 36. Zo, eens kijken hoeveel, waar heel veel mensen staan. En route. Nou, gassen. Oké, dan gaan we even deze buslijn kijken. Nou, je moet hier even lekker rustig rijden. En dan gaan we weer gassen. En even kijken hoe het gaat hoor. Ja, gaan we hier af? Waarom we hier af gaan, weet ik niet. Ja. We gaan natuurlijk naar het industriegebied. Hoe dom kan ik zijn? Hier moeten we meer mensen afleveren dan ophalen. Tenminste, dat staat in de schriften. Dat zou zo moeten. Nou, er is natuurlijk nog niemand die hier naartoe wil. Op het moment. We gaan eens even kijken. Oh, hier mogen ze niet zo hard. Dat klopt. Hier mogen ze gewoon niet zo hard rijden. Dat is gewoon zo. Ik moet zeggen, even aan de kant. Mr. Truck. Nou, deze moet nog wel even rijden. Door dit hele gebied heen. Maar ik zie ook al wel dat er bussen zijn. Die er alweer uitrijden. Of in ieder geval die verder zijn. Maar daar komen we later op terug. Hier rijdt ook nog een bus. Er rijden ook nog geen mensen. Even kijken hoe het is met die lijn. Lijn 5. Oh, hier staan 308 mensen. Gewoon even 308 mensen staan hier te wachten. Op de... De bus van de rode. Waar de rode blijven, weet ik niet. Maar dit is het hoofdstation, dus blijkbaar. Nou, bussen. Waar blijven jullie? Er zijn geen files, dus ze zouden zo moeten komen. Ik zie er wel een bus. Die rijdt er net in. Ze wachten allemaal voor de rode, kom op. Ik zie er weer een bus, daar is weer een bus. Wanneer komen die bussen nou weer terug? Zie daar? Daar zie ik één. Oh, oh god. Nee, niet crashen. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oké, goed. Ver uitgezoomd vindt hij niet heel erg leuk. Waar blijven die bussen nou? Hallo? Hallo? Joehoe. De mensen staan te lang in de rij. Kom eens even hier naartoe. Oh, daar is een bus. Ja, daar is een bus. Ja. Ja hoor, ja. Daar gaat hij hoor. Ja, 97 op de lijn. We staan hier wat te wachten. Daar worden er heel veel uitgezet door een paarse. Hier gaan we een rondje. Zoals alle bussen doen, zeg maar. Hoppakee, hier rijden we zo een rondje zoals alle bussen doen. Yep. Even wachten. Oh, er komen nog twee bussen achteraan. De verdeling moet nog even wat beter worden. Hier, kijk, hier komen er gelijk al 14 bij. En dan gaan we nou de grote halte. Daar is de grote halte. 314. Oké. Zal. Oh, nou gaan er heel veel mensen weer uit ook.
Oh, hier stappen waarschijnlijk heel veel mensen weer op. Oh, je gaat... Ja, nee, dat valt nog mee. Hij rijdt gewoon die mensen gewoon zo, hoppakee, door de straat heen. 383. En hier gaan ook weer heel veel uit. Waarom? Weet ik ook niet. Dat is nog wel volkomen onduidelijk. Hij gaat waarschijnlijk hier allemaal afzetten ook. Nee, niet heel veel. Hij moet denk ik toch echt aan het nieuwe industriegebied. Oh, hier gaan 57 uit. Dat zijn er redelijk wat. En nou gaat hij in dat nieuwe industriegebied rijden. Dus nou gaat hij daar allemaal gaat hij ze uit laten stappen. Ja. Nou, dan rijden we even wat langzamer. No problem. En hoppakee. Zo. Oh, wat doen we? Oké, dat stoplicht was toch niet een heel goed idee, denk ik. 189 mensen. Kijk, hier, ja, hier laat je er allemaal uit, oké. Dan weten we dat ook weer. Er komt straks nog een bus. Daar komen er twee zelfs. Laat die zetten ook nog even uit. Maar dat valt mee. En dan komen er maar twee. Oké. Één ding is zeker. Hier gaan de traffic lights weg. Of hier gaan de traffic lights weg. Ze gaan ze gewoon bij allebei weg, zodat ze gewoon allemaal kunnen doorrijden. Misschien is dit gebied toch iets te groot. Het Mample District. Nou, iedereen wilde hier op. Niemand wilde af. Iedereen wilde snel op. Nou, nee, geen probleem. Doen we. Hier, ja. Wat willen ze hier? Naar die baan. Staat hier gewoon traag? Wat is dit nou dan weer? Wat is dit? Je mag hier gewoon 140. Gewoon gas. En nee, jullie mogen hier niet invoegen eigenlijk. Rechtdoor met jou. Jij ook, rechtdoor. En jij ook. Rechtdoor. File. De sedan. Mag die niet zo harder zijn? Wat doen we? Waarom rijden we zo traag? Hier rijden ze gewoon echt zo traag als het maar kan. Waarom weet ik niet? Je mag alleen rechtdoor, jongens. Only straight. Een beetje chaotisch hier. Nou, ik denk dat ik toch maar even naar de opties ga. En deze weer uitzet. Kijk, nou rijden ze wel weer harder. Het is gewoon een kwestie van gas geven en zo makkelijk is het. Ladies and gentlemen. Toch heb je wel een constante toevoer van hier. Dus misschien moeten we dat toch gewoon uitzetten. Kan ik ook wel doen. Oh, gewoon het even uitzetten. Dan heb je geen constante toevoer. Dan heb je een vlage toevoer, zeg maar. En dan zou het, zeg maar, anders moeten gaan. Beter, hoop ik. Er is een vraag naar residents. Wat is hier verkeerd nog? Healthcare. Symmetry erbij misschien. Zo. Dus gaan upgraden hier. Ja. Yeah.
Kleine hospitaal. Kijk, dat hadden we nodig. Elektriciteit, dat is nou het volgende probleem. Windmolentje. Of waar hebben we elektriciteit van eigenlijk? Oh, van dat ding. Misschien kunnen we hier gewoon een dam bouwen. Wacht even. Een dam. Nee, volgens mij is dat ook niet echt een idee. Output power 1 MW. Output power 16 megawatt, oké. Okay. Zonnepanelen voor de win. Zo. Hoppakee. Fixed. Allemaal zonnepanelen. Dames en heren, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Cities Skylines. Volgende keer gaan we verder met de woonwijken. Volgens mij kunnen ze wel weer verder upgraden. Denk ik. Wat hebben ze dan nodig? Misschien wat parken. Dat is misschien wel een goed idee. Zo. Kijk, misschien wat parken. Dat was wel een goed idee, denk ik. Nou, dat gaat redelijk, denk ik. Oké, okay, dat was nodig dus. Nou ja, nogmaals bedankt voor het kijken en zie je later denk ik maar weer. Nou, dat gaat goed. Oh nee, niet net nu crashen. Don't do it! Oké, nou gaat het hier te traag. Dus we gaan eventjes dit nog wat upgraden en dan... Ga maar 40 rijden. Dan rijden ze iets harder. Misschien kunnen de afritten dan niet meer aan. Maar wie zal zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye.